prima. Doodstilte. 2 seconden zijn alleen voor jou. Hier komt het eerste fragment. Het is toevallig wel mijn favoriete lied van de Beatles. Ze hebben het ook gespeeld op tijdens het laatste concert op het dak in Londen. En dit is Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. We gaan het checken. En voor de mensen die niet zo heel erg een muzikale achtergrond hebben, dit is het nummer wat hij voor het eerst, de eerste versie schreef hij in het bekende bed in het Hilton, heeft hij dit liedje voor het eerst, de eerste versie geschreven. Dus dat is leuk om te weten. Het volgende fragment is voor jou, daar komt hij. Toevallig ben ik hier met mijn neef die ook in het publiek zit geweest op deze plek. Dit is Penny Lane. Dit is 100% Penny Lane. Ja. Je was niet de enige die het hoorde volgens mij. Heel goed gedaan. Even luisteren. Een hele bekende. Ja, 1967. Ver voor jij geboren was. We gaan naar ons derde fragment. Ik denk dat ik hem wel weet. Staat op de White Album, uitgekomen in 1968. Het is Dear Prudence. Is het Dear Prudence? Dear Prudence. De verlossende woorden. Heel onaardig voor mij, hè, om je zo lang spanning te houden. Ja, ik wist het zeker. Hartstikke goed. We gaan naar het vierde fragment. Dit is Lady Madonna. Dit is Lady Madonna. Is dit Lady Madonna? Knaller is dit, hè? Het gaat over de moeder van Madonna. He? 1968 werd het wereldwijd uitgebracht als single. We gaan naar het volgende fragment. Deze staat op het album Magical Mystery Tour. En die ben ik ook geweest, is Strawberry Fields. Strawberry Fields is goed geantwoord. Perfect. Oh, dit is toch prachtige muziek, jongens. We gaan naar de laatste. En de laatste klinkt zo. We all live in a late yellow submarine. Hij was irritant, hè? Ja, wel een beetje. Net het verkeerde stukje geknipt, maar het is hartstikke goed. Yellow Submarine is goed! Ja!